Ja, welkom. We zijn hier aanwezig op de 16e editie van het WK Darts, het Wilbrood Kampioenschappen Darts. 2023, de editie. Hij wordt voor de 16e keer gehouden. Afgelopen 2019 hebben wij de jubileumeditie gehad. De 15e editie met als gast Koos Tompé. En door corona hebben we hem 3 jaar niet kunnen houden. Nou is eigenlijk weer de eerste editie na 2019. Het WK Darts bestaat sinds 2004. We hebben wel wisselingen van de wacht gehad natuurlijk met het bestuur. We hebben nu de 16e editie. Ik had begrepen dat het alleen maar voor de inwoners zijn van Wilbertocht? Ja en nee. We hebben de regels gemaakt dat de inwoners van Wilbertocht en degenen die geboren zijn in Wilbertocht mee mogen doen. Maar we hebben een leeftijdsgrens vanaf 13 jaar tot 70, 80, net hoe oud je je voelt om nog te kunnen darten. Ja, er is ook sprake van verschillende categorieën, verschillende niveaus. We hebben een aparte jeugdpool, 2 jeugdpools van 3 spelers. Die wordt apart gehouden en dan hebben we ook nog een damesfinale. De dames zitten wel bij de enkels bij de heren erin toegevoegd. En zodra die uit het reguliere toernooi zitten, dan gaan we over naar de damesfinale. Jij bent de enige vrouwelijke darter vanavond. Ja, klopt. Dat is al jaren, denk ik. Vrouwen zijn een heel eind afgelopen eigenlijk. Ja, jammer. Kunnen het wel een beetje handelen met die mannen hier? Ik wel. En als het niet gaat, dan is het ook goed. Prima. Ik ben een avondje weg, toch? Voor de gezelligheid, dus. Alles wat wij als inschrijfgeld ontvangen gaat gelijk terug in de prijzen en in de loterijprijzen. Dat komt ook omdat we een stichting zijn en we mogen geen winst draaien daarop. Gebeurt er nou als er iemand een 9-darter gooit? Ja, daar hebben we een hele mooie sponsor voor. We hebben gewoon een sponsor die de 9-darter heeft gesponsord. Dus die krijgt een heel mooi geldbedrag mocht er een 9-darter gegooid worden. Is helaas in het verleden nog niet gebeurd. Maar goed, wanneer is kan er komen. Je zo graag meedoet hier? Omdat ik heel veel van darten hou. Ja, we hebben 1 keer gegooid. Toevallig wel gewonnen. Meer zielen, meer vreugd en vind ik prima zo. Heb je al talenten gescout die een beetje net als Vergerven kunnen gooien? Nou ja, ik zit vooral een beetje de jeugd in de gaten te houden. Die doen eigenlijk meestal voor de eerste keer mee, omdat het de leeftijd is van 13 tot 16 is jeugd. En eigenlijk als je vanaf daar begint met te darten, dan merk je wel gauw genoeg wanneer er talent in zit. Dus die houden we wel in de gaten, ja. Wat is eigenlijk de hoofdprijs? We hebben een wisselbeker als hoofdprijs en voor de koppels hebben we 2 bekers en dan voor de enkels hebben we ook gewoon een eerste, tweede, derde prijs.